Yo, kijkers van Dungeon Kingdom, vandaag een nieuw commentaar. Vandaag door Rive Race maandag met één player. Dus we gaan maar race tegen één iemand. Dat is heel irritant, Prinsje 3, want ik ben verkouden, maar Prinsje is heel irritant, want hij joint bij niemand. En vooral als hij nog niet ready is, what the fuck, pak aan. Dus ja, vandaar, en ik hoop snel dat ik Prinsje 4 kan halen natuurlijk. Want ja, hoe sneller Prinsje 4, hoe meer ik kan uploaden ook veel, vergeet ja. Oh, mijn stem, jongen. Ja, kom op. MW3, top. Prayer. Pareer. What the fuck. Maar ja, we gaan kijken of dit potje wat gaat worden. Ik rijd in de Bifta. Of in de Buggy. Hij rijdt in een... Ik weet niet hoe dat ding heet. En hij heeft een headset, dus... Ik zou ook niet weten wat hij allemaal aan het zeggen is, hoor. En ik weet niet of deze race... Ik weet niet of deze nog ooit gedaan heb. Oh, kut. Rij langzaam weg. Hij staat gewoon AFK. Staat die AFK? The fuck. Waarom staat die AFK? Oh my god. Nou, ik ga gewoon lekker race even uitkepen, ja. En ondertussen kan ik wel even... Moet je ergens over hebben, als hij toch niet aan het rijden is. Wat moet ik gaan uploaden? Ik bedoel, ik heb PlayStation 3. Er komt binnenkort mijn nieuwe PC komt eraan. Ah, binnenkort. Een paar maanden. En daarna PlayStation 4. Prinsje 4 hoop ik in, ik weet niet, ik hoop in de zon kan zat hebben, maar bij GamePC hoop ik eigenlijk deze maand te kunnen kopen. Moet ik even kijken. Want ik heb een PC, maar die is kapot. Dat bedrijf wil geen garantie geven, terwijl hij mijn week oud was. Heel raar verhaal, dat komt nog een video over. Een epic video op zich, hoe ik, ja, gewoon met de nieuwe PC's erin, of nieuwe PC in die oude. Maar waarom ga ik uploaden? Ik ga straks Battlefield Hardline, of Battlefield, God weet die Battlefield. Je bent de Battlefield beter. Voor mij is de hard aan, ja. Die ga ik even downloaden. En dan ga ik het ook even spelen. Kijken of dat een mooie beta is. En beta betekent natuurlijk mensen dat dat de game nog niet helemaal goed is. Dat er wat dingen in zitten die er fout kunnen zijn. Maar het is gewoon meer een test. En we zijn gewoon even nog aan het scheuren. Maar het is gewoon meer een test van... is deze game goed? Of deze demo, zeg maar. Want het is een beta, dus... Dan weet je... Oh, what the fuck. Wat is een checkpoint? Oh, ik ben zo verkouden, hè. Maar, ik kan Minecraft... Ja, Minecraft wil ik eigenlijk eerder doen als ik nieuwe game PC heb. Want op de... Ja, ik doe dat op de laptop alles. Want die andere PC, ja, dat was gewoon bij alles. Maar ja, die is... hij gaat hem uitscheiden. En toen heb ik een nieuwe besteld. Ja, het zit in de Intel i7 zo. Ten eerste, de processor was er weer toen die aankwam. En de moederbord was kapot. En dat bedrijf zei dat niet hun schuld was. Dan kwam door de post. En de post zei dat ook niet hun schuld was. En dan krijg je dat gedoe. En er zit geen garantie meer op. Terwijl ik mijn week oud was. Heel raar. Maar ik snap helemaal niks van. Dus daar is mijn geld eigenlijk aan weggegooid. Ik dacht niet dat hebben we natuurlijk gedaan. Want ik bedoel, als jij een computer van 800 euro opstelt. Dan neem je dat hij doet thuis. Maar dat doet hij niet. En dan krijg je niks vergoed. Dus weggegooid geld. En er komt misschien ook er komt nog een gaming setup aan. Ooit. Ligt eraan. Denk bij de 500 abonnees. Zoiets. 500, ja, 500 abonnees. Komt een gaming setup. En wat nog meer. Ik weet niet, ik probeer zo natuurlijk met misschien Jurre en anders als PS4 met Sam en Dominique en iedereen. Natuurlijk op te nemen. GTA, gewoon de leuke dingen, de race met z'n allen. Dat je hun ook hoort. Dat vond ik gewoon grappig. Iedereen vond het natuurlijk leuk. En ik denk dat dat komt dan heel meer op mijn kanaal. Als je toch wat leuke dingen weet, zet de reacties. De race afkoop. 3, 2, 1, nu. Voor je eens komt er in de duimpje over meer. Abonneer en ik spreek je later, gasten. Later.